Hey, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe World of Tanks video. En ik weet het, ik weet het, dit is nog maar de derde World of Tanks video op mijn kanaal. Maar um, ja, er komen allemaal nog tutorials jullie kant op. Maar vandaag ga ik iets heel anders doen. Vandaag ga ik het jullie hebben over de nieuwe patch van World of Tanks. Jawel, de uh, ja, wat oudere World of Tanks fans die um, World of Tanks al kennen voordat ik video's daarvan ging uploaden. Voordat ik video's daarvan ging uploaden, die. Um, wist waarschijnlijk wat er een nieuwe patch aan zat te komen 8.8 uh, en wel in deze update hebben we um, ja, een nieuwe map gekregen er zijn wat oude mappen bijgekomen um, er zijn wat nieuwe tanks bijgekomen wat Russische medium tanks en nog wat Duitse tanks en er is ook wat uh, uh, ja, veranderd in de tree van Duitsland en van um, uh, Rusland natuurlijk en er is iets Heel leuk. Dit wil ik jullie eerst even laten zien. Als je hier naartoe gaat bij je tank sorteerding. Uh, dit uh, ja, menuutje heb je alleen als je meer dan je standaard tanks hebt. Want volgens mij heb je standaard 7 slots. Ik weet niet. In ieder geval, ik heb er nou ja, zoals je ziet enorm veel. Ik heb ook een ja, nieuwe tank gekocht, deze. De, de Super Maar in ieder geval, daar gaat het nog niet om. Uh, de ruimte was ook een stuk goedkoper en alles. Dus het is nou gewoon weer 300. Het was 150. Dus. Um... Ja, allemaal van die mooie shizzle. Maar uh, dan heb je dus dit minuutje. En nou, hier kun je allerlei uh, dingetjes doen. Hier kun je uh, ja, dit hebben. Wat, wat is dit? God, dan. Nou, in ieder geval, dat is denk ik niet nieuw. Maar ik weet niet wat het is. Nou, hier kun je alle tanks sorteren. En hier heb je dan een nieuw land: Japan. Uh, we hadden voor de update hadden we, uh, al deze landen. Uh, Sovjet-Unie-Amerika, groot brittannië Duitsland, Frankrijk, China. En nu hebben we Japan. Er zijn nog geen tanks voor Japan. Als je ook naar de Tech Tree gaat of naar het Nederlands onderzoek. Dan zie je hier ook nog geen Japan staan. Dus het zal kunnen zijn dat er in 8.9 Japanse tanks in de game gaan komen. En daar ben ik wel heel erg um, uh, ja, nieuwsgierig naar. Want Japanse tanks, ik ben echt benieuwd. Ik ken niet echt andere tanks dan hier in World of Tanks. Dus... Ik heb werkelijk geen idee waarmee ze komen. Dus um, ja, maar in ieder geval, dat is dus nieuw. Uh, dan hebben we hier nu uh, uh, missies. Dat zijn, nou, missies dus in principe die je kunt uh, volbrengen. Ik zal er even naartoe gaan. Nou, hier heb je allemaal verschillende missies. Missie voor 1 september, missie voor 2 september, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Eens even kijken. Hier hebben we de missie voor 1 september. Uh, dit is echt een hele coole missie. Want nou ja, als je 15 willekeurige. Als je 15 willekeurige gevechten wint, dan krijg je. Gewoon een kwart ton aan, 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 aan goud. Of nou, niet goud, credits. Dat is echt super cool. En dat uh, kan maar één keer per 24 uur. Dat is logisch. Maar dus je kunt het gewoon. Ja, gewoon. Als je iedere dag gewoon 15 potjes wint, dan krijg je gewoon dit bedrag. Dat is gewoon echt epic. Ik weet niet hoe lang dit doorgaat. Ik denk volgens mij de hele maand van september. Nou, Missie 2 September. Missie 3 September gaat allemaal door. Hier, top van de boom. Of top van de boom. T62A. Nou, dat kan ik niet. Want je hebt deze voertuigen nodig: uh, de T440, T54 en de T26A. Ah, hier credits uh, krijg je dan 1,3 miljoen credits of zo. Ik weet niet precies hoe dit allemaal werkt. Ik uh, heb dit net ook pas allemaal gekregen. Dus. Um... Ja, we moeten maar gewoon eens gaan kijken wat het allemaal voor ons te bieden heeft. Dus even kijken. We gaan eerst maar eens even naar de nieuwe statistieken dingetje kijken. Dus de eerste keer dat ik hier naar kijk. Dus ja, het ziet er nou gewoon cool uit. Even kijken. Oh, ik heb 185 persoonlijke beoordeling. De persoonlijke beoordeling is een maatstaf van de vaardigheid van de speler op basis van de gevechten. Overwinning, gevecht, overleefd, treffers, gemiddelde schade per gevecht, gemiddelde ervaring per gevecht. Nou, dat is wel redelijk, denk ik. 150 voor de tijd die ik het Ik heb, ik heb World of Tanks nou... Dus het is het 3 maat en ik ben het pas nu wat 2 maat echt in. Echt, echt, echt gewoon goed gaan spelen. Ik ben niet goed in World of Tanks. Ik ben ook niet slecht in World of Tanks. En nou, anders had ik de, deze tanks allemaal niet. En ik heb veel premium tanks. Maar ik heb er gewoon heel veel lol in. En ik word wel beter. Er zijn echt gewoon tanks waar ik gewoon niet meer over weg kan. Maar dit schatje hier. Oh, I love this bitch. Echt dit tank. Ik ben zo OP met dat ding. En. Um, uh, ja, ik zie dus niet helemaal goed uit met de statistieken. Maar ik heb. Ik heb twee wachtofficiers. Ik heb kun Top gun is als je 6 skills achter elkaar hebt. Het is echt heel weinig, maar ik heb het gehaald met de KV1 volgens mij. Nou, maar in ieder geval, eens dus even kijken: ik heb 1000 gevechten, 26, uh, of 46% overwinning. Dus nou ja, ik win gemiddeld uh, 50% van alle potjes. Nou, 193 ervaring per gevecht dat is ook niet heel slecht volgens mij. Maximaal ervaring per gevecht, nou dat is 1200. Dat heb ik net toch gehad volgens mij. Meeste badges, tank, aas, nou dat is 1. Uh, meest, meest vernietigd in een gevecht, dat is 6. De precisie, nou, dat is ook wel goed, volgens mij. Gemiddeld schade per gevecht, dat is wel heel slecht. Maar ja, sommige tanks doen gewoon geen schade. Want, nou ja, zoals bijvoorbeeld even kijken, als we even naar de Cromwell gaan hier zo. Dat ding heeft een tier 5 kanon, doet gewoon amper damage en ik ben er redelijk veel mee aan het rijden op dit moment. Dus even kijken, dit uh, uh, ja, kleine serie dingetje, dat gaat uh, eventjes duren. Ik ga niet allemaal in één aflevering doen. Vandaag ga ik zeg maar alle in-game garage shizzle bij langs en ik ga even de tech tree bekijken. De volgende aflevering zal ik denk ik uh, een nieuwe tank laten zien en uh, dan gaan we denk ik ook met de mappen bezig en zo Dus uh, ja, ik ga maar kijken wat ik in de volgende aflevering ga doen. Misschien iets met mappen. Hoe knows, zullen we zelf wel even gaan merken wat wij gaan doen. Eens even kijken, goed wel. Um, uh, ja, de statistieken. Eens even kijken, naar onderscheidingen. Hier zie je al mijn uh, onderscheidingen. Maar ik ben dus niet zo heel lang bezig. Ik heb wel uh, wat van deze lui gehad. dat is wel leuk natuurlijk. Even kijken, statistieken. Dan zie je hier alles, nou voertuigen. Hey, dat is wel, uh, wel leuk, al die voertuigen die ik allemaal heb nu. Nou, zie je ook allemaal wel en zo. Hier toch twee. Kun je selecteren. Dan heb je de KV 1. Dan heb je dit ding. Enzovoort, enzovoort. Ik ga niet alles helemaal in de detail uitleggen. Je moet zelf maar een beetje gaan bekijken wat je allemaal um, ja, doet en alles. Even kijken eerst even thee drinken, wanneer je als we allemaal weten hoort bij wilt of tanks, er hoort gewoon thee bij. Goed, ik denk dat we maar eens even gaan kijken naar de. Um, nieuwe tanks die uh, weer in de game zijn gekomen. Nou, In ieder geval als we even naar Duitsland gaan hier zo, want volgens mij is er niks bij uh, China en Frankrijk veranderd. Hier bij Duitsland is wel heel wat veranderd, want uh, die VK30.01H of 01H eigenlijk, die uh, zat vroeger hier. Dit is een nieuwe tank, de VK30.02M. Volgens mij de opvolger van dit ding. Maar uh, ja, die stond vroeger hier en die was niet. Die is er nieuw bij. En wel, dit was vroeger een medium tank volgens mij. Ja, en nu hebben ze er een, 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 een zware tank, oftewel heavy tank van gemaakt. Ik heb wel even op Nederlands staan, omdat ik het. Ja, ik, ik vind het wat leuker. Ik, ik, ik heb er meer feeling bij. Dus um, ja, ik zal zoveel mogelijk in Engels praten voor jullie. Maar dus uh, ze hebben het in een heavy tank veranderd. Echt super. Gehandicapt van Wargaming. Want ze hadden beter die volgens mij op tier 5 kunnen zetten. Ik weet niet. Ik heb nog niet met ding <Aubain> dit ding. Dit, 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 ik ken nog niet met dit ding gereden. Maar in ieder geval, dus. Euh, dit gaat echt een heel ervaring worden. En uh, dit is ook een nieuwe tank. De Doerbroekswagen 2. Jawoei. Dit is een nieuwe tank. Dit is een. Uh, ja, een Heavy Tank op tier 4 Is dit de eerste tier 4 Heavy Tank van Duitsland? Ja. Even kijken. Dus dit. Ja, dit volgens mij de eerste zware tank van Duitsland. Dus ja, doorbreekwagen 2 is de Nederlandse vertaling. Maar ja, ik ken nu dus deze weer in mijn garage staan, de Panzer 3A. Even kijken waar ik dat ding helemaal deze kant op. Even kijken, ja, hier heb ik hem. Dus jij moet nog aardig wat experience voordat ik de doorbroekswagen kan gaan kopen. Dus ja, nou dan ga ik hier zo dan naar de 100. Uh, ik ga niet aan de mouse. Maar de, 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 de mouse is gewoon kut. Gewoon bam en zo. neem de E100. Die is uh, best wel bos. Dus ja, daar ga ik langs. En ik wil ook langs de Leopard. Dus ik heb de Panzer 3 nog wel. En dan ga ik hier zo langs. Lalalala. Ik weet niet of ik ooit de review van deze tank zal gaan doen. Ik heb werkelijk geen idee. Uh, ik heb de tank nu hier niet en ik, uh, ik ga ook de testservice installeren, Want als ik de testservice installeer kan ik jullie reviews geven van alle nieuwe tanks. Alleen dat doe ik niet, want dat vind ik gewoon te goedkoop. Ik ga gewoon echt gewoon real shit hier doen. Gewoon tanks die ik heb en uh, daar ga ik mijn mening over geven. Want nou ja, ik vind: wil je mening hebben over een tank, moet je er al een aardige tank mee hebben gereden. Dus. Uh, ik zal ook de uh, review van de Wagen doen. Ik zal een review van de nieuwe VK3001H doen. Ik weet niet wanneer ze uitgekomen. Wanneer ik ze heb en wanneer ik tijd mee heb gereden, een paar dagen of zo. Dan zal ik daar een review van gaan doen. Uh, even kijken. Goed. Maar ja, die, die, die testserver daar heb je in principe allemaal gratis goud en XP op en alles. Alleen het is. Ja, ik vind de server niet leuk. Wat je bent voor die douchebags die op jou geschiet, Want je kunt er kennelijk niet van geband worden of zo. Weet ik veel. Hé, uh, hey, deze is ook terug. Oké, okay, dit is ook weer terug. Dit is, was een uh, Elite Medium Tank. Die hebben ze eruit gehaald volgens mij. In ieder geval, ik zie die ding hier nu weer. Ik weet niet wat er voor shit allemaal aan de hand is. Maar die is nieuw volgens mij. Weer terug in ieder geval. Eh. Uh, even thee drinken. Even kijken. Eh. Uh, ja. Dus ik ga gewoon op deze server blijven. En anders dan gaat. Uh, kijk, als ik op de testserver ga, dan wordt deze account wordt een beetje ja, verloopt en oud. En dat wil ik niet. Ik heb hier geld eruit gegeven, Echt, ja, goud dus. Hier ook goud gewoon. Goud hier zo. Dus ik wil ook gewoon niet meer verder. Maar goed, in ieder geval. Dus er komen allemaal reviews uit van uh, de doorbroekswagen, de VK30. Want die denk ik niet. Want, nou ja, e E50, ik wil niet echt heen, denk ik. eens dus even kijken. Uh, dan gaan we naar Amerika. Want daar is ook een nieuwe tank bijgekomen. Even kijken. Hier in Engeland is niks veranderd. Nee, oké. Okay. Goed, Amerika, de T26E4 SuperPerson is weer terug, hij was iets generfd maar ik heb er volgens mij niet heel veel verschillen gemerkt, ik heb hem uh, gekocht, ik heb er wat potjes mee gespeeld, het is best wel een lekkere tank. vroeger was hij ook wel OP, hij is nu wat meer naar zijn echte vorm gebracht, uh, ik weet niet hoe de oude was, volgens mij was die echt, echt OP, tenminste ik heb er in de video van gezien, die was echt OP. Maar deze is ook wel goed. Krijgt allemaal redelijk goede matchmaking. Kost 7200 goud. Dat is echt goedkoper. Als je naar de T34 gaat. Die kost 1200 goud. Het is allebei een tier 8 tank. Uh, tier 8 premium tanks. En de maximale um, ja, tier waar je premium tanks op kunt kopen. Zeg maar. En ja, deze is dus gewoon goedkoper dan deze. Geen idee waarom. Misschien uh, is, is de T34 wel beter. Ik weet het niet. In ieder geval wat ik wel weet. Is dat hij dezelfde uh, ja, XP bonus. En dezelfde credit uh, bonus krijgt. Als alle tier 8 tanks. Dus wil je de tier 8 tank kopen. Koop deze, zou ik zeggen. Tenminste, dan komt de review vanuit. En dan zal ik alles over die tank gaan vertellen. Uh, goed. Rusland, natuurlijk. Daar gaan we allemaal op zitten wachten. Uh, even kijken. Er is hier een nieuwe medium lijn bijgekomen. Hier zo, volgens mij. En dit, ja, of was. Uh, deze is nieuw, volgens mij. T34. Of T43. Nou, in ieder geval, ik weet het niet. Ik weet sowieso dat deze, deze, deze. En. Volgens mij was. Die ook, nieuw de object, of die was nieuw. Nou, in ieder geval. Uh, deze twee hebben zo mijn aandacht. Want, look at dit. Het is een tech destroyer. Maar het is een medium. Het is niet eens een heavy of zo. Nee, het is een fucking tech destroyer. What the fuck, Wargaming. Maar dus, dit, die, die dingen die worden echt gewoon zo op. Dit ding wordt nou al de frying pan of doom genoemd. Dus uh, ja, ik ben nu met, bezig om de... A340 uh, te halen. Nou, daar krijgen jullie een review van. Nou, dan ga ik naar die. En dan die. En dan die. En dan ga ik tussen deze twee wel bepalen wat ik wil. Maar in ieder geval, ik ga eerst helemaal naar deze toe. Want dit, oh, dit lijkt mij zo'n OP-tankje. Maar daar komen dus allemaal video's uh, van jullie kant op. Tenminste, uh, als ik de tekst een beetje snel kreeg. Ik ga er veel aandacht aan besteden nu. Eerst even kijken. Dat was volgens mij wel wat er uh, qua tanks nieuw was. Dan is er nog iets cools dat ik jullie echt moet laten zien. Als je hier naartoe gaat, naar menu. En dan gewoon naar instellingen. Dan, hè? Oh ja, hier. Hier heb je de spraakberichten ingevecht. Dat is bijvoorbeeld je crew die praat. Als je bijvoorbeeld een tank heet, dan zegt die penetration. Nou, en dan um, kun je hem nou op nationaal zetten. Dus als je een Duitse tank hebt, zegt hij die, die penetration in het Duits. Wow, timing. Nee, maar dat is echt super episch. Ik um, laat hem nu nog even uitstaan. Ik ga het vanmiddag wel even uitproberen. Maar, ehm. Um, ja, dat wordt gewoon super episch en en zo. Maar um, ja, dit was wel denk ik een beetje de basic overview van de nieuwe uh, uh, ja, update, zeg maar. Er is her en der wat nieuw shit bijgekomen. Dus uh, hier staat nu Japan bij. Er zijn wat nieuwe tanks die jullie allemaal laten zien. De nieuwe mappen. En de mappen die um, terug zijn gehaald. En er zijn wat mappen terug zijn gehaald uit uh, ja, verre geschiedenis van de tanks. Uit de 5,8 patches, al die shit allemaal. Die hebben ze er allemaal uitgesloopt omdat het iets uh, te maken had met bugfixes of iets in die trend, iets in die geest. Mijn god, allemaal background noise. Hier helemaal niet goed van. God, kan die deur misschien even? Jezus. Maar, eh. Uh, ik ga die deur dicht doen, dat kan echt niet. Wat een zorg. Murk, hier hebben helemaal niet goed van. Jezus. Zo, oké, okay, maar goed, in ieder geval, hey jongen, 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 wat een video weer ook. Maar in ieder geval dus, er zijn wat mappen uh, weer teruggebracht, die eruit zijn gehaald, in verband met bugfixes en dat soort shit. Ze waren allemaal te raar gebouwd ofzo, um, uh, Wargaming, die, die hebben ze eruit gehad, maar weet ik wel wat voor reden. Ik speelde toen nog geen World of Tanks, dus voor mij zijn het nieuwe mappen. Dus uh, ja, maar voor, nou ja, mijn vrienden die echt, wel, die spelen al wat langer World of Tanks. Maar ik denk dat ik jullie wel een beetje een basic overview heb gegeven van de nieuwe, uh, uh, ja... 8.8 patch update Dus jongens bedankt voor het kijken Laat even achter in de comments willen jullie dat ik gewoon uh, <coughs> oh, Jezus en willen jullie gewoon dat ik gewoon meer World of Tanks ga uploaden? Gewoon dat ik gewoon allemaal multiplayer ga doen. Willen jullie echt veel tank reviews? Uh, laat het achter in de comments. Uh, laat ook even achter hoe de kwaliteit is van de video's. Volgens mij is die wel redelijk, maar ik wil het graag even van mijn abonnees horen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Like even, abonneer nog even. Volg even op Twitter at ShadowGames23. En wel, dan zie ik jullie weer terug de volgende keer bij meer World of Tanks. Dus ja, laten mensen.